Hey Stanley. Ah. Ja, de kleine ook. Bon dia. Daardoor? Ah, oké. Bon dia. Bon dia. Hi. Zoon van Stanley. Dick Dreyer, hi. Hi, Dick Dreyer. De hond ligt daar. Ja. Ah, en de hond is... Stanley, kom daar. Toch eens bon? Dat was meneer Bob, maar op je bon. We kunnen hier zitten, makkelijk, of daar, waar je wilt. Nou, laten we hier zitten, makkelijk. Ja? Aan tafel is misschien makkelijker. Ah ja. Nee, daar, dat is hier. Ja. Dat is een zoon van mij. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 5 kinderen. 5? Dit is een van een tweeling van mijn eerste vrouw. Ah, oké. En die andere slaapt. Oké. Nou, we hebben elkaar volgens mij... Ja, toen het 40 jaar geleden was, volgens mij. 10 jaar geleden, ja. Ja, 10 jaar terug. Ja. Was ergens aan het strand of zo? Paradise FM, daar werkte ik 10 jaar geleden voor. Die radiozender daarboven bij, bij Rovierweg. We waren ergens op een feest of zo, heb je hem ook geïnterviewd. Ja, maar dan niet voor 30 mei, denk ik. Oh, nee. Voor andere dingen. Dit is een klein kind. Aha. Uh-huh. We controleren alles wat ik zeg. Ja? Het is moeilijk om ons mond te houden, zo. Nou, je mag erbij springen hoor, als je zegt van hé. Hey, ja, nee, we kunnen geen gezagsondermijning doen, hè? Nou, ik wou beginnen met waar je zelf mee begonnen was. Dus ik neem het op voor radio. Ja, nog zet ik hem dichtbij, hè? Dan hou ik het lampje in de gaten. Maar ga je dan heel dat ding op de... Nee, wat ik ga doen is... Ik ga het redigeren. Ik heb geluiden van het Polygoonjournaal uit 69. Ja, ik heb geluiden van de politieradio uit 69. Ja. En die ga ik daar begin ik mee. Ja, en dan ga ik naar jou toe. Oh, ja, okay. En dan, het wordt wel een reportagevorm. En niet per se interview. Dus ik moet wel een beetje kort... Ja, niet te lang draden. Ja, want okay. Uiteindelijk moet ik het terugbrengen tot 3 minuten. Ja, maar daarom net. Daarom zeg je, ga je heel dat ding opnemen. Dus, en ik weet dat ons vorige gesprek was 2 uur. Ja, daarom. Dus, ik ben te langdradig, weet ik. Ik heb ook een heleboel interviews gehad. Hè. Ja, want dat wou ik vragen. Wordt, ja, je wordt doodmoeder van gisteren 3. Uh-huh. Dan zit je 's morgens om 7:15 bij Radio Direct. En s'avonds om 11:00 op Telecorso nog, ben je om 6:00 wakker. En er zijn dezelfde vragen. Ja? En op een bepaald moment word je er moe van. Denk je, ja, hoor. Ga ik andere vragen stellen? Ik hoop het. Want, ik denk dat jij met een vraag over de kleur zal komen. Gezien heb je gezien... Ja, daarom. Nou, maar even niet voor dit interview. Ja, ja. Maar... het verwijt van Quincy Gario in Nederland en van Sylvana Simons in Nederland is dat, en ook van Angela Roux die film gemaakt heeft, Sombra di Colo, is dat racisme is iets tussen, is iets van wit naar zwart. Dat is het historisch geweest. Ja, geïnstitutionaliseerd racisme en geen discriminatie. Dus de slavernij, de kolonialisten, precies, waren allemaal witte. Maar na 30 mei, en daar geef ik al meteen antwoord, want ik heb er over nagedacht, is er een zwart racisme ontstaan. Zodat de, laten we zeggen, door 30 mei, de zwarte cultuur en kleur in deze gemeenschap een belangrijke rol kregen dan ze tot nu toe hadden gehad. En is er echt zwart racisme ontstaan. Ja, voor mij was het nog een vraag, want zwart racisme veronderstelt een geïnstitutionaliseerdheid van... Het werd geïnstitutionaliseerd in de vorm dat zwarte mensen, naar aanleiding van hun kleur, betere betrekkingen kregen in plaats van naar hun kennis te kijken. Waardoor op een bepaald moment domme mensen bon dia.
Voor hij allemaal frio? Allemaal frio. Wil je geen koffie? Koffie também. Maar zeer preto of met melk? Com suco, só. Preto, koffie preto com suco, sem leite. Ja. Ben je opnemen? Ja, ik ben het opnemen. Maar het wordt niet uitgezonden hoor, alles. maar wat je nu schetst, hè, het feit dat het middenkader van bijvoorbeeld Shell ineens opkomt, precies, schuiven naar boven. Ja, ja. En je kreeg ook een zwarte directeur, hè, en wauw. Ja, maar hij was wel, de Shell heeft die fout niet gemaakt. Hij heeft wel kundige mensen benoemd. Ja. Maar in de regering kreeg het, omdat men dus ja, bewust de kleur ging promoveren, hebben veel mensen in die tijd belangrijke posities gekregen die ze niet aankonden. Ja. Dat is eigenlijk het begin geweest van de achteruitgang. Want de volgende vraag was, is dat nog steeds zo? Een heleboel van hun zitten nog steeds in die posities. Ze zijn nog niet met pensioen of ze zijn net met pensioen. En ze regelen ook dus hun opvolging. Hè? Als iemand eenmaal een belangrijke positie heeft gehad, zoals je zo net hebt gezegd, wordt het geïnstitutionaliseerd. Hij begint al naar zijn opvolger te kijken. Ja. En wat doet hij dan binnen een kleine gemeenschap? Hij krijgt eerst naar zijn kennissen, zijn familie, in plaats dat hij kennis als maatstaf. Is dat geen kopie van wat witte mensen deden? Precies. Daarvoor. Precies. Want hoeveel Nederlanders zijn er hier niet gekomen die geen s'nachts wisten, maar wel boven de... Precies, precies hetzelfde. Zwart racisme lijkt heel veel op wit racisme. Want het is het voorbeeld, toch? Ja. Je volgt het voorbeeld. Ik heb het met Nita heel sterk meegemaakt. De andere vakbondsleider. Wanneer ik dus, ja, dus toen wanneer hij is minister geworden, hè, als eerste. Als ik hem dus bekritiseerde over zijn beleid, dan zei hij antwoord, Brown, die witte mensen hebben jarenlang geprofiteerd, geoogst. Nu is het de tijd van zwarte mensen om te oogsten. Ja. En dan dacht ik, ja, hebben wij niet tegen het oosten gevochten? Dat was net, ja, laten we zeggen, de reden waarom wij de mensen, waardoor we de mensen bewust hebben gemaakt van het feit dat dit niet kan. Ja. Dan kom je in de macht weer precies hetzelfde. Ja. En het werd dus een algemene visie. Awo, ayega tempo, ayende preto cosecha. En ja, ik zeg, het voorbeeld doet volgen, hoor. Ja. Ook in de tijd van, laten we zeggen, wit racisme, volgde de zwarte bevolking de culturele overdracht van de witte, bijvoorbeeld naar kleding, naar haar, sluik maken, streten, weet je. Tot nu toe zie je daar gevolgen van, ja, dat zwarte vrouwen hun haren streten en dat witte of zwarte mannen sokken dragen, terwijl we hier geen koude voeten hebben, weet je. En het was ook een, laten we zeggen, meer of min wettelijk geregeld, maar niet dus weer, maar bij algemene afspraak. Je kreeg geen werk in economie als je niet sluikhaar had en een lichte kleur. Dus je wist van tevoren, ik moet mijn haar wel streten. Ja. Maar we hebben het nu over kleur. Ja. Toen 30 mei 1969 begon, ja, voor jou persoonlijk, ja, ging het toen ook over kleur? Het begon als een, hoe noem je dat, een arbeidersconflict dat langzaam ontwikkelde in een raciale conflict. Want het is, het is opmerkelijk dat op Curaçao de klassenlijnen, dus in Nederland bestaan ook klassenverschillen, hier op Curaçao vaak, meestal, langs kleurenlijnen lopen. Als je dus een zwarte man ziet, dan denk je automatisch, het is een arbeider, hij is niet zo, hij heeft niet afgestudeerd, weet je, terwijl hij best een dokter anders kan zijn. Ja, terwijl dat in Nederland, waar de klassenlijn dus door andere observatiemiddelen, methodes, bepaald. Hè? Je ziet aan je kleding, waar je woont, komt, ja. Ja, waar je woont, je auto voor de deur, weet, dat soort dingen. Dan zeg je, ah, deze man heeft geld of heeft gestudeerd. Ja, maar op Curaçao
Op Curaçao, ik zal je een persoonlijke anekdote vertellen. Ik had een keertje in de tijd van C93, heb ik een taboe ontwikkeld dat ik probeerde te promoveren in de bevolking. Hè, om dat visie op een binnen onze eigen cultuur bekend te maken. En ik was bij een directeur van de Landslaboratorium, die een vriend van mij was. Mm-hmm. En ik probeerde hem over te halen om mee te doen. Hè. Mensen gingen niet zomaar naar C93. Dus ik zat zo met die taboe. Hem aan het, laten we zeggen, instrueren, hoe het was. En de deur achter mij gaat open. En ik kijk om en ik zie een zwarte man staan. Dus ja, hij is van ons. Dus ik ga door, hij doet, weet je, ik denk, wat is dat voor gekheid, weet je, een van ons. Stil, stil. Nou, die man groette, ging weg. Hij zei, dat is de directeur. Dus ik zeg je, automatisch in je hoofd zat er een beeld van directeuren zijn wit. En het was dus ook hele lange tijd zo. Ja. Curaçaoënaars die afgestudeerd waren, dus ook onderwijzers, kwamen tot een bepaalde plafond. En om dat te doorbreken was eigenlijk net zo moeilijk in de geschiedenis als voor vrouwen om door een bepaalde plafond te breken. Ja. De emancipatie heeft daarvoor gezorgd. Ja. En zo heeft 30 mei ervoor gezorgd dat de, laten we zeggen, de zwarte massa door het plafond heeft kunnen breken. Dat is een van de belangrijkste gevolgen voor mijn gevoel, dat wij na 30 mei waardering kregen voor eigen kleur en cultuur. Ja. Maar hoe moet ik dat zien? Je bent zelf wit. Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag die constant gesteld wordt. Gisteravond ook op televisie. Ja. Je bent zelf wit. Hoe kom jij dat jij daar een rol in hebt gespeeld? Hè? Ten eerste is mijn vader een neger. Dus ik heb een vader, niet pikzwart is natuurlijk. Hij is een buitenkind van een witte man met zijn zwarte dienstmeisje. En mijn moeder is wit. En doordat hij zwart is, heeft hij in het proces niet verder kunnen komen als arbeider. Hij was dus een portier op de Shell. Ja. Wij woonden dus in een arbeiderswijk. Niet in Emmerstad. Nee, en ook niet in Janssovaart. Dus een groot kwartier tussen zwart. En in die tijd was de gemeenschap erg gesegmenteerd. Hè. Dus nu nog. Maar minder. Nu zie je ook witte mensen, Latino's en zo, die tussen de bevolking wonen. Ja. Maar vroeger zag je bijvoorbeeld nooit een witte man bij een bushalte. Nee. Nu zie je Latino's. Ja, je ziet ook in Nederland. Het is nog sporadisch, maar. Ja, ja, maar meer Latino's, maar Nederlanders hoor je niet. Nee. Soms wel die stagiaires weer. Hè. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen Nederlander en witte Curaçaoënaar. Ja, ja. Ook dat was een belangrijke opmerking. En ja, wij woonden op Groot Kwartier. Dus laten we zeggen, op Groot Kwartier werd ik gezien als een rode neger. Ja. Want ja, ik woonde bij hun, ik vocht met hun, ik speelde met hun. Pak je meer toe? Ja, ook. En, maar op school, als ik op school kwam, werd ik gezien als een witte Curaçaoënaar. Weet je, want die praten zagen die kleur. Hè. Uh-huh. Dus je werd daardoor ook anders behandeld als die andere kinderen. En het is dan ook altijd voor mij, mijn hele leven eigenlijk, een dualiteit geweest waar ik moeite mee heb gehad. Hè. Je hebt er ook last van gehad? Ja, in die zin van, waar hoor ik thuis? Ja. Waar ben ik Curaçaoënaar? Ben ik Curaçaoënaar op Groot Kwartier? Of ben ik Curaçaoënaar in Janssovaart? Maar is dat iets van je eigen reflectie of ook wat je omgeving jou oplegt? Ik heb het proberen zo net uit te leggen. Op Groot Kwartier legde de omgeving mij, laten we zeggen, de visie op dat ik een rode neger was. Ja, ja. Maar op de St. Thomas College legde de witte onderwijzers de visie op dat ik wit was. Ik geef maar een voorbeeld. In de klas was ik de jongen die het water voor de meneer moest halen. Snap je? Omdat ik wit was, was hij. Ja. Ja. Op Groot Kwartier, als ik met die zwarte jongens uit Groot Kwartier ging voetballen op het veld,
waar alleen maar witte mensen mochten voetballen, en Nederlanders. Maar die jongens lieten ons stiekem binnen hoor, de moeders liepen en zo. Maar het mocht niet hoor. En als de moeders dan wakker werden, dan belden ze de bewaking. De negers op het veld, weet je. En dan kwam zo'n portier en dan zei hij, alles wat de mensen eruit hè. En dan dacht ik de eerste keer, hij kan mij niet zien dat ik zwart ben, dus ik bleef staan, weet je. Dus dan bleef ik staan. En dan zei hij, en jij rode neger ook. Ja, dat is helemaal goed, weet je. Dus dan zeg ik, de identiteit. In Nederland, ik heb dus in Nederland gestudeerd als onderwijzer, kan ik me goed herinneren dat als ik dus een conflict had, een situatie had met een meisje waar ik dus dan verkering mee had of zo. En ja, dan ging je thuis, weet je, of je ging verkering, dan werd je aan huis, toen op een bepaald moment mocht je thuis komen. Dat was vaak een van de eerste opmerkingen, gelukkig ben je geen neger. Want er waren Curaçaose zwarte jongens die ook studeerden. En dan hadden die ouders gehoord, ja, je dochter vreet met de Curaçaoenaar. Dan was hun beeld een neger, weet je. En dan zagen ze mij binnen, gelukkig ben je geen neger, weet je. Hoe dus, voelde dat als je dat hoorde? Dat wat? Zeg ik, het is altijd dus een dualiteit in mijn gevoelens geweest. Hè? Ja. Word je kwaad, denk je daar. Die mensen zien mij ook weten, weten ook niet beter, ja. Weet je. Maar je voelt waarschijnlijk allebei, of niet? In principe voel ik en gedraag ik mij veel meer, laten we zeggen, binnen de cultuur en identiteit van de zwarte bevolking dan de witte bevolking. In de tijd dat witte mensen bijvoorbeeld niet bij de snack kwamen en dronken, ik bedoel drank gedronken, stond ik bij de snack tussen al die jongens. Ja, drinken, ruzie maken, vechten, weet je. En je werd ook geaccepteerd. Ja. Doordat je ook vlot op je mens praatte. En dezelfde soort culturele gevoelens had. Ik noem maar iets om een concreet voorbeeld te geven. Als jij tegen mij zegt, godverdomme. Denk ik, nou, wat wil die zeggen, weet je. Als je zegt, bij den koning bij mama. Dan denk je, bij den koning, wat bedoel je, weet je hoe. Omdat het mij dan, dat woord raakt me dan emotioneel meer dan godverdomme, snap je? Ja. En daarom zeg ik, het is mijn hele leven een evenwichtsbalk geweest, hè. En ook na 30 mei, hè. Ik geloof dat na 30 mei mijn witte kleur een negatieve invloed heeft gehad op mijn plaats in de geschiedenis. Op een bepaald moment hebben de, laten we zeggen, de geschiedenisschrijvers, die dan zwart waren, mij uit de geschiedenis proberen te schrijven. Hè. De drie waren er maar twee. Bedoel je dat te zeggen? De drie leiders die 30 mei hebben geïnitieerd? Juist. Niet dat ze mij konden uitschrijven, ik heb een te belangrijke rol gespeeld, maar ze verminderden. Ik weet heel goed, toen ik dus met Annemarie Bravey trouwde en zij op school, ze is onderwijsres, les gaf en dan kreeg je dan geschiedenislessen en dan zei ze maar, ik zie jouw naam nergens, ik bedoel, heb jij wel met 30 mei meegedaan, weet je, want we woonden op 30 mei niet op Curaçao, weet je hoe. Ja. En laten we zeggen, in de loop der jaren hebben de mensen die echt geschiedenis. Kijk, in het begin doet men veel aan geschiedenisvervalsing. Want men emotionaliseert de weergave van de gebeurtenissen. Wereldwijd doen ze dat. Mm-hmm. Hè? Ja. En geleidelijk aan, als de emotionaliteit, op de emotionele verbinding met de gebeurtenis afzakt, dan krijg je en meer een waarheidsgetrouwe. Kun je beter je geschiedenis schrijven. Juist, en meer gebaseerd op feitelijke gegevens. Hè. En ik zie dat ook duidelijk, dat in de loop der geschiedenis mijn rol steeds meer benadrukt wordt. Hè. Ik ben nu dus de laatste 3 maanden, heeft CITEC. Onderwijsvakbond. En ja, een hoe heet het?
commissie onderzoek. Uh-huh. Elke eind van de maand hadden ze vergaderingen met sprekers en al soort dingen. En dan zit ik in de zaal, ik ben ook uitgenodigd. Ik ga nu ook om 1 juni naar de afsluiting. En dan, hey, Emmy en Rieke, hey, jullie Alkmaar, allemaal Vito mee, hey, Stanley Brown. Ja. Het verwondert mij. En mijn grootste verbazing is nu dat de Curaçaose regering een postzegel gaat uitgeven met 30 mei, waar mijn foto ook op staat. Okay. Ja, dat staat Godet, Nita en ik. Ja. Weet je? En Godet, we waren gisteren op Telecosol, heeft Godet het nog aangehaald in deze zin van... De zoon van papa Godet. Ja, de zoon Anthony. Ja. Hij heeft aangehaald in de zin van, we hebben een Godetstraat, we hebben een Nita-straat, maar waar is de Bronstraat gebleven? terwijl hij, laten we in het begin, doordat hij zijn vaderrol benadrukte natuurlijk, uh-huh, ook mij een beetje, rechtschoven. Ja, als ik dus op die erkennings... bijeenkomsten kwam met 30 mei. Mm-hmm. Weet je, ik had wel een reservestoel vooraan, maar ja, niet te veel zeggen jij. Weet je, nee. Maar geleidelijk aan is dat zo, je wordt keynote spreker. Nu dit jaar ben ik weer keynote spreker, weet je wel. Dus, maar zegt dat ook wat, deze erkenning en het weer teruggeven van de rol die je had, zegt dat ook iets over een andere houding ten opzichte van kleur in de maatschappij, dus in een bredere context op Curaçao? Ik denk dat in de loop der geschiedenis, wereldwijd, maar ook op Curaçao, wit racisme minder is geworden. Je ziet ook veel witte mensen zoals Draaier die met een zwarte vrouw trouwen. Dat ben En omgekeerd. Ik denk dat een heleboel invloed heeft gehad dat 50% van de bevolking naar Nederland is gevlucht, om economische redenen voornamelijk. En van die 50% is ruim 25% in een verhouding of in een huwelijk, mm-hmm, met een Nederlandse vrouw of Nederlandse man. En hebben kinderen geproduceerd. Dus die racistische grootvader heeft nu een bijna wit klein kind. Ja. Dus dan zit hij in een probleem. Ja. Ja. En daardoor denk ik dat er algemeen een grotere acceptatie is. Ik denk ook dat de invloed van Latino's op dezelfde niveau van de Curaçaose arbeider, of zelfs op een lagere economisch sociaal niveau, ook daaraan bijgedragen heeft. Hè. Ik weet dat ook voor mij als Curaçaoenaar, zal ik maar zeggen, toen ik naar Nederland ging voor het eerst, en ik zat in een tram in Amsterdam en ik zag een Nederlandse tegelzetter op straat. Ik heb nog nooit gezien, een Nederlandse arbeider. Ik heb nooit gedacht dat in Nederland witte mensen arbeider zijn. Ja. Tegelzetten, dat was hier op zo'n werk voor zwarte mensen. De Nederlander stond dan als manager in een airco gekoelde tent. Het werk te controleren. Die zei alleen maar, geef mij 10 zwarte medewerkers en ik doe het alleen. Ja. Zo was het, als je naar boven keek, in elke sector van de gemeenschap, zag je alleen witte mensen. Ja. En zoals jij zelf zo net opmerkte, het waren vaak niet de slimste. Ik weet dat de Shell bijvoorbeeld op een bepaald moment, Nederlandse, omdat mijn vader daar werkte, Nederlandse werknemers binnenhaalde, die best hard werkte en goed werkte, want Shell keek heus wel naar kundigheid, mm-hmm, maar die getrouwd waren met een nogal promiscue vrouw, mm-hmm, van Rotterdam 6 hoog, weet je hoe. Ja, En die vrouw wist zich niet te gedragen. Code niet. Die liet, nee, precies. Die ging omgang zoeken met zwarte mannen. Die portiers bijvoorbeeld werden streng verboden, bij wet, om met een Nederlandse vrouw te praten. Dus als die Nederlandse vrouw jou
zei van, meneer, ik heb hier, hier problemen. Nee, u moet het centrum bellen. Ik mag niet met u praten. Weet je, een wet, een regel van de cel, om te voorkomen. De cel heeft nog meer maatregelen genomen om dit te voorkomen. Die mensen, dus die mannen, die hun geld spaarden, voor elke gulden die je spaarde, zette de Shell daar 100% bij. Dus kreeg je 2 gulden. Ja. Dus dat was om jouw gedrag van drinken en uitgaan, weet je, en dat je daar buiten dronken met zwarte mensen, dat was allemaal voorkomen. Ja. Nee? Mensen uit Emmenstad mochten niet mensen in Groot Kwartier aan huis bezoeken. Je mocht gaan als man, maar zonder je vrouw. Maar omgekeerd mochten die mensen nooit bij jou in huis. Waarom weet ik dat bijvoorbeeld veel bewuster dan de gemiddelde Curaçaoënaar? Omdat ik aan de grens woonde. Ja, ja. Ik woonde dus, mensen gingen van Emmenstad bij ons langs om naar de kerk te gaan. Ja, ja, ja. Weet je? En omdat ik een witte moeder had. Ja, ja. Dus je zat altijd in dat mengelmoes van waar horen wij nou thuis? Waar zijn we, weet je? Maar dan kreeg je plotseling de muur. Van, ja, ze mogen wel in jouw huis komen en je moeder proberen te versieren. Maar jouw vader mocht niet naar hun huis gaan om hun moeder te versieren. Ja, ja. Maar al die segmenten en het bekijken waar, niet alleen op kleur, maar ook waar kom je vandaan. En dat is dat iets wat in de loop der 50 jaar veranderd is of niet? Ik denk, ik heb het zo net proberen uit te leggen, dat het onder andere door die grotere mengelmoes met Nederlandse mensen... En ook met die mengels met Latino's, veel veranderd is. De Curaçaoënaar is ook, laten we zeggen, in de loop der jaren, heeft, laten we zeggen, een grotere aantal, een lichtere kleur gekregen. Laten we zeggen, toen ik klein was, waren er veel zwarte mensen. Ik bedoel, zwart zoals Don Martin en zo. Ja. Nu zie je, hey, kijk een zwarte. Je ziet niet zoveel meer. Het is meer gemengd geworden. Het is meer gemengd geworden. Uh-huh. Waardoor er ook een kleurenschakering van discriminatie is ontstaan. Hè? Hoe lichter, hoe minder, weet je, hoe zwarter, hoe meer. Uh-huh. Ja, ja. Weet je? En waardoor er toch een grotere acceptatie is ontstaan. Uh-huh. Van het welkom zijn van alle kleuren. Hè? Ja. Het is moeilijk als jij, laten we zeggen, als metselaar werkt. Mm-hmm. En je zit met zo'n betonmolen en naast jou zit zo'n witte Colombiaan. Mm-hmm. Ja, heeft een ander gevoel dan je nog nooit een witte man aan een betonmolen hebt zien werken. Ja, ja, weet je? Ja, ja, ja. Dan staat er toch een mening te doen van gelijkwaardigheid. Ik vind dat in sommige plaatsen wel er meer doorbraak kan komen en dat moet ook vooral in de horeca. Er is nog steeds een neiging in de horeca, als je ook observeert, dat er veel meer witte mensen of lichtgekleurde mensen weten zijn dan echt zwarte jongens. En ik heb vroeger altijd naar deze soort zaken ook onderzoek gedaan. En dan zeggen ze tegen jou, het probleem is niet ik als werkgever, het probleem is de klant. De klant die uit Amerika komt, voelt zich niet veilig als er allemaal om zich heen, al die black power en die black man. Is dat zo of is dat een... Dat zeggen ze, no? Ja. En ik heb wel de indruk dat in de historische werkelijkheid van Amerika, dat wel een rol heeft gespeeld. In de tijd van de Black Panthers. No? Toen de Black Panthers. Een van de eerste daden van de Black Panthers beweging in Amerika was ook. Wij dragen wapens. Ja. Het was in de grondwet een recht om een wapen te dragen. Maar zwarte mensen droegen geen wapens. Ja. En nou al die zwarte mensen met geweer om je heen. Dat moet wel beangstigend zijn geweest. Ja. Als je je eigen gedrag tegenover hun. Ook herkennen, no? Ik heb deze mensen altijd slecht behandeld, gediscrimineerd en nou hebben ze een geweer. En als ze dan hier komen, dan zien ze ook. Ik heb altijd ook gedacht, men heeft altijd gezegd hier op Curaçao,
dat Aruba een betere toeristische ontwikkeling heeft gehad dan Curaçao dankzij de witte stranden. En ik heb altijd geschreven en gezegd ook, jullie bedoelen dankzij de witte mensen. De toerist voelt zich op Aruba als hij zo rondkijkt veiliger en meer thuis dan wanneer hij hier aan wal kwam. No? Ja. En er was ook een tijd dat een toeristische boot aanmeerde, maar dat de grootste helft niet van boord ging. We bleven gewoon aan boord, weet je wel. Kregen ook alles aan boord, no? Eten, drank, alles. No? Er was een kleine groep, om te zeggen waaghalzen, die durfde aan boord te gaan. Dus jij, dit kleur heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in een gemeenschap die door een andere ras van een andere kleur gekoloniseerd is geworden. Hè. Mm-hmm. Er is altijd deze afstand tussen die twee, maar je zegt waar die witte ondanks alles toch boven komt drijven. Hè. Maar je zegt ook 30 mei heeft dat in eerste instantie omgedraaid. Heeft, laten we zeggen, voor een periode na 30 mei is het, laten we zeggen, drastisch omgedraaid. Maar je ziet dat de tegenpartij, zal ik maar zeggen, de blanke gemeenschap, geleidelijk aan zijn positie weer aan het innemen is. Hè. Ik schrik als ik nou de Kamer van Koophandel hoor zeggen in een uitspraak dat ze de minimumlonen willen, nu de hire and fire, dat ze tot een bepaalde inkomen weer de recht willen hebben om mensen te ontslaan zonder naar zo'n ontslagcommissie te gaan. Dat ze de werkuren willen verhogen van 40 naar 45 voordat overuren worden. Dat zijn allemaal dingen die ze aan het terugpakken zijn. Vandaag hebben ze gezegd dat het papiermens afgeschaft kan worden. Afgeschaft, juist. Ja. Ook. En je zag het ook dat ze in de leidende posities, hè. We hebben bijvoorbeeld, ik zeg altijd, de economische macht was in handen van de witten. De politieke macht was in handen van de witten. De justitionele macht, de rechtelijke macht, was in handen van de witten. De religieuze macht was in handen van de witten. Toen kwam 30 mei, toen hebben ze een Curaçaoenaar als bisschop benoemd. Dus je denkt, hey, we zijn onderweg. Ja. Weet je, hij is nog niet zwart. Dus je alles, maar in ieder geval een Curaçaoenaar. Ja. Wat is de volgende bisschop? Een witte Italiaan. Ja, dus die sikkel. Ze hebben dus gevoeld, de kerk, die een hele dominante positie heeft, gaat altijd hier op Curaçao, die meegewerkt heeft aan het kalm en rustig houden van de zwarte bevolking, zo door hun wijs te maken dat God in de Bijbel ooit straf heeft uitgedeeld door mensen zwart te maken. De wet van Cham en zo, no? Ja. En de mensen hebben dat geloofd, no? Ja. Want ik ben zwart, dus ik zit al met één voet in de hel. Laat me nou dat heel braaf leven, dat ik niet met die andere voet er ook in kom. Weet je? Dus de bevolking was sumiso, onder druk, rustig, kalm. Weet je? En daarom hebben ze mij dus eigenlijk ook veroordeeld, verschillende malen. Ik ben 5 keer de bak ingedraaid, de eerste keer 67 en 30 mei 4 maanden, dat ik de bevolking heb opgestookt. Ja. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik de bevolking bewust heb gemaakt van de realiteit. Maar jongen, ben je blind? Je bent toch niet goed wijs? Je ziet toch hoe die witte mensen hebben? Je ziet toch dat jouw dochter voor 100 gulden in de stad werkt en dan nog ook nog seksueel misbruikt wordt? Wat voel jij als vader? Hè? Word je niet kwaad? Doe je niks? Neem je dat, als het mijn dochter was, zou ik weet de boel afranden. Maar bewustmakers in de geschiedenis hebben vaak in de cel gezeten omdat ze verweten werd opgids te hebben. Juist, ja. En het is wel, het is net wat ik zo net zei van correlatie van de klassenlijnen lopen langs kleurenlijnen. Bewustwording loopt ook vaak langs de lijn van opstokerij. No? Ja. Ik heb het gisteren op televisie gezegd. Als ik jou nou zeg, ja weet je, jouw vrouw bedriegt je, dan ga je naar huis gaan en schiet haar dood. Ik moet bij wijze van ja. En dat is het gevaar
van bewustwordingsprocessen. Hè. En Vito is daar heel ver in gegaan. Hè. Het blad waar u voor schreef, waar u hoofdredacteur voor was. Ja, eigenaar, hoofdredacteur, bijna monopolist. Hè. Ja. Ik had dus medewerkers die tikten en distributie en al dat soort dingen. Maar ik onderzocht en ging interviews doen en al dat soort dingen. No? Ik heb me kapot gewerkt. No? Uh-huh. Achteraf zie je van, waar heb je dat allemaal gedaan? Het was ja, een soort gedrevenheid. No? Uh-huh. En ik denk dus, vanaf mijn jeugd, dat ik meemaakte hoe mijn vader anders behandeld werd dan mijn moeder. En dat heeft ja, ook een dualiteit. Je houdt van je vader en weet je, men respecteert hem niet, men ziet hem als uitschot, weet je hoe. Ja. Het was voor mij ook heel duidelijk als kind, als mijn moeder mij naar school bracht en ze zagen alleen mijn moeder, dan werd ik anders behandeld dan als mijn vader me naar school bracht. Vanwege haar witte kleur? Of, alleen vanwege de kleur. Ja, ja. Er zullen nog andere aspecten een rol hebben gespeeld, maar het belangrijkste was de kleur. Hoor. Oh, hij is een kind van de neger. Het is ook wel eens door een frater aan mij gevraagd. Is dat je vader of is dat de chauffeur van je moeder? Ja, ik maak het zelf niet mee als ik in de winkel sta. Dat, ja. Dat ze mijn vrouw helpen en daarna zeggen, en wat wilt u meneer? Ik zeg, nou, ik hoor wel eens mijn vrouw. Oh, sorry. Ja, ja, ja. Maar goed, dat kan ook, laten we zeggen. Het loopt allemaal door elkaar dat je niet goed brengt. In onze cultuur wordt een vrouw altijd herschoven ook. Het heeft niet te maken, jij denkt met dit is omdat ik goed ben. Nee. Maar het is niet helemaal waar. Het kan wel een rol spelen, maar ze helpen vrouwen. Ik maak het ook mee. Ja. Dat ze, oh, je vindt niet erg hè, dat ik deze mevrouw heb. Nee, doe maar. Ja, want het zit in je cultuur dat vrouwen voorrang hebben. Ja. Was in Nederland ook een tijd. Ja. Dat je in de tram en zo opstond voor een vrouw. Tegenwoordig staan ze niet eens op voor een grootmoeder. Nee. Maar met welke idealen ben jij 30 mei begonnen? Ik denk dat mijn belangrijkste visie was die minderheidsgroepering die een totale macht heeft. Die macht moet delen met de bevolking, dus inclusief met mij. Ik voelde dat we daar thuis horen. En ik denk dat een tweede rol belangrijk heeft gespeeld. De Amerikaanse visie, de Monroe-leer, dat hier in Amerika geen enkele Europese koloniale macht nog iets moest zeggen. No? Wij moeten onafhankelijk worden. Een Nederlander kan weet je, eigen baas in eigen huis ja, en dat soort dingen. En jij ging die strijd aan om die onafhankelijkheid. Juist, dat is een onderdeel. No? Ja. En ik denk, kijk, een visie bestaat vaak uit vele onderdelen. Hè? Dan vormt zich een nieuwe visie. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat het derde aspect was het Marxisme. Je begon Marx en Lenin vooral te lezen, Hegel. En je bedoelde, ja, dit kan toch niet dat ik 1200 gulden verdient en een winkelmeisje 100. Er is iets verkeerds hier. Ja. En dan lees je, een bank heeft 150 miljoen gulden verdiend dit jaar. Dan denk je, helemaal verkeerd. Ja. Daar kunnen we een paar miljoen pakken, weet je. Ja. En dat, je kreeg door dat communisme, zal ik maar zeggen, socialisme. En in het vormen van de visie werd je ook dus, dat is dan, laten we zeggen, het belangrijke element in de vorming van de mijne. En dat bij anderen niet zo sterk heeft gewerkt, dat ik dus veel beïnvloed werd door organisaties in Europa, Rodarbee, Provo, en Cuba, Granma, en East Village Other, vanuit de Black Panthers beweging. Waarom? Ik had een blad. En ik heb in de loop der tijd een Engelse uitgave gegeven. Want soms draaide dat blad met verlies, dan moest ik winst maken om te kunnen doordraaien. Publiek vergroten. En dan dacht ik, weet je, ik geef een Engelse uitgave uit. En in plaats van een kwartje te verkopen, verkoop ik het voor een quarter. Weet je. Die Amerikanen kopen het als souvenir, weet je. En dan heb ik weer wat geld. En dat geld. Werkte? Het werkte nog. Ja. En de titel was in het Nederlands, hè? Papi Mens. Papi Mens, ja. Oké. En
laten we zeggen, ik heb van die Engelse uitgaven grote oplagen gedrukt. Om mijn hele geld had verkocht ik weer 1000, weet je, dus ja, dat ik door kan draaien. En ik stuurde die Engelse uitgaven met als binnenblad de uitgaven van het moment naar al deze bladen. En vroeg een ruilabonnement. En achteraf, laten we zeggen, was het een soort oplichterij, indirect. Want die mensen stuurden mij hun blad in de verwachting dat ze nog meer Engelse bladen zouden krijgen. Hebben nooit meer van hun leven een Engelse blad gekregen. Ja. Sommigen hebben het heel lang volgehouden, zoals Grama uit Cuba. En East Village Order, er was ook eentje uit Engeland, Spartacus. Mm-hmm. Er waren in die tijd dus bewegingen over heel de wereld. Ja. Die de bestaande, laten we zeggen, onbeschaafde kapitalisme wilde beschaven. Ja. En ik werd door hun beïnvloed. No? Ja. En het is wel zo, als ik zo'n blad kreeg, dan gaf ik het wel door aan die Vito-mensen. Maar het bereikte niet de algemene massa. Ja. Dus op een bepaald moment liepen wij, wat visie betreft, waren we erg progressief, liepen we vooruit. Ik noem maar iets, de doorbraak bij ons in het Gods bestaan, hè? Dat wij begonnen van, nou ja, deze bladen bewezen dat God niet bestond en dat Jezus Christus ook maar een wonder grappenmaker was. En dan dacht je, ja, dat zal maar waar zijn, is, hoe zit dat? En dan zag je andere verboden en dan begon je dat, hey, van dan heb je op hele heilige huisjes getrapt. Ja, precies. Ik zeg, dan schreef ik artikelboord, een bisschop heeft over hoogmiddel niks te zeggen, dat moet een dokter zeggen. Dan werd je weer op het matje geroepen door de bisschop, want je zat in een katholieke school. Ja. Weet je? Ja. En dan zegt hij, ja, maar dat kan je als katholieke onderwijzer niet schrijven. Ik zei, dan praat je dan, hè. Dan zeg ik, luister, ik heb dat in mijn vrije tijd geschreven. Toen was ik geen katholieke onderwijzer, weet je. U kan zich toch niet met mijn vrije tijd bemoeien. En dan, weet je, dan kreeg je discussie. En dan kreeg je ook gesprekken, hè. En ergens heb ik geluk gehad, anders was ik al aan het slagen. Dat die Holterman toch wel, laten we zeggen, nadat ik dus andere bisschoppen heb meegemaakt, dus vooral die Alice, was nogal progressief. Als hij dus zijn jaarlijkse toespraak hield, dan zaten er toch progressieve elementen in. Mm-hmm. Toen Alice aan de macht kwam en wij dachten, hé, hey, we hebben wat bereikt, bleef hij alleen dat hij weer zijn groetjes aframmelde. Dat was eigenlijk een stap achteruit. Ja. Deze Seco is ook een progressieve bisschop. Ja. En ook binnen de katholieke kerk is er een evolutie plaatsgevonden. Want deze paus is ook progressiever. Ja. Maar als jij dan kijkt naar de idealen waarmee je 30 mei bent begonnen, wat is er met die idealen gebeurd in de tand destijds, 50 jaar later? We hebben het gisteravond ook heel over gehad. Iemand als Godet, die zegt dat het erger is geworden en al soort dingen. En ik zeg, jullie weten niet hoe het was voor 30 mei, ik ben 80 jaar. Ik heb het beleefd, meegemaakt. Jij was toen 14, je weet er geen moer van, weet je. Er is enorm veel veranderd. Ik geef een paar concrete voorbeelden. In die tijd van 30 mei, voor 30 mei waren er 500 volkswoningen. Eén van de dingen dat is veranderd, zijn duizenden volkswoningen. Dat is een belangrijke vooruitgang. Ja. Ouderdomspensioen. Is 820 gulden geworden. Het is misschien niet genoeg, maar het is toch een grote verandering als een oudere vrouw zonder kinderen in een volkswoning woont voor 30 gulden en 820 gulden ontvangt en vrije geneeskundige behandeling heeft. Ja. En dat zijn de dingen die veranderd zijn. Je kan ook niet zomaar iemand ontslaan. De ontslagwet. Ik kan niet tegen deze dienstmeisje zeggen, luister, laten we een beetje afspreken, ik betaal jou voortaan 1000 gulden. Dat is me naar de rechter brengen. Ja, want er is een wet die zegt dat ik aan minimaal 1750 gulden moet betalen. Kan ze opstaan. Het wordt nog gedaan hoor. Ja. Ik bedoel, vooral bij illegalen en zo. Er wordt nog gekonkeld heel veel op het eiland, maar het is illegaal. Ik kan ervoor bij de rechter brengen. Ja, er is een infrastructuur
die de arbeider veel meer bescherming heeft gegeven. Dat allemaal door 30 mei. Ja. En ik denk een van de belangrijkste dingen die we met 30 mei hebben bereikt, is dat de eigen kleur en cultuur waardering heeft gekregen. Vroeger werd bijvoorbeeld niet alleen bij de wet verboden tamboe, maar het werd ook gezien, ah, dat doen die dominees. Maar nu is tamboe een erkende, mm-hmm. en de tumba zijn erkende culturele uitingen. Ook, laten we zeggen, de kleding is ook meer aangepast aan de tropische, geologische werkelijkheid. Vroeger, bij begrafenissen en zo, ging iedereen met pak, weet je, met das, vest. Ja, ja. Ik heb een keertje meegemaakt, om het belachelijker van te illustreren. Frank Martinez, de schrijver, heeft bij een van die erkenningsbijeenkomsten van 30 mei een toespraak gehouden. Waarin hij de Nederlanders met de grond afmaakte, want hij was voor onafhankelijkheid, hè. Zijn slavenhouders, de kolonialisten, weet je, al dat soort dingen. Mm. Hij stond daar in pak. En dacht, wat een klootzak ben je toch, weet je. Je zit die mensen, maar je draagt hun koloniaal kostuum. Ja. Want je voelt je anders niet netjes. Ja. De Curaçaonaar droeg dat kostuum en die sokken erbij om zich netjes te voelen. Ja. Dus er was een, zijn, we hadden in 1863 vrijheid gekregen van de slavernij. Maar onze mind is lang slaaf gebleven. Ja. Niet meer? Nog steeds voor een groot gedeelte. Ik denk niet voor een groot gedeelte. Het wordt steeds minder. No? Ik zie dat, ik gaf het voorbeeld zo net van begrafenissen. Nu zie je veel mensen in een wayabera. Ja. Dus er is een evolutieproces. No? En daarin geef ik Godet gelijk. Het is te langzaam, want de revolutie en de stakingen die dit bevorderen, zijn niet doorgezet. Nee. De vakbondsleiders, als je die huidige vakbondsleiders vergelijkt met die tijd van 30 mei, dan zijn het eigenlijk slapjanissen geworden. Kolonbazen geworden. Ja, precies. Pacifisten. En ze onderhandelen met de werkgever. Maar ze worden ook goed betaald door hun eigen werkgever. Precies, ze krijgen beloningen. Beloningen voor... Ja. Maar dat is toen al begonnen, hè. Uh-huh. Dat bepaalde werkgevers deze mensen beloonden. Het begon met de PwC, dus ja. die hebben een hele CD gekregen. Daar boorpost 5. Heb je gezien wat voor auto's mij er rondrijden? Precies, juist. En de anderen hebben schaal 17 gekregen, die van die appel, weet je, komt in schaal 17 terecht. Nadat hij onderhandeld heeft, en daarna wordt hij door de vakbond zelf als adviseur binnengehaald. Ja. Hij wordt niet als een Judas eruit geschopt, zal ik maar zeggen. Dus, maar als je dat ziet, als je die componenten bekijkt, en je bekijkt onze politieke geschiedenis van laten we 2010 maar eens pakken. Ja, dan zie je dat er bijvoorbeeld jarenlang een witte minister-president hebben gehad. Helemaal niet de Jonge Lage. Niemand opgevolgd door nog een witte. Nou, die nu in de gevangenis zit. Ja, maar hij is niet zo wit. Hij is een beetje bruin ook. Ja, Colombiaans, no? Nee, maar als je nou... als je nou naar die houding van Nederland kijkt... en ook jouw houding ten opzichte van de koloniale structuren en machthebbers... Jij hebt in de jaren 90 met C93 gepleit voor aansluiting als provincie bij Nederland. Ja. Dat lijkt 180 graden om. Ik ben er nog steeds voor. Hè? Ja. Ik zeg dit, als iemand een visie heeft gehad 50 jaar geleden en 50 jaar daarna nog steeds dezelfde visie heeft, terwijl de wereld om hem heen dramatisch is veranderd, dan is het een dommerik. Daar heb ik het Godet gisteren ook meer of min. Gezegd, weet je. Je moet je visie aanpassen aan de veranderde omstandigheden. In de tijd dat ik een visie had van onafhankelijkheid, bestond deze visie in dit gedeelte van de wereld als een algemene visie. Beïnvloed door Monroe, de Amerikaanse president. Dus daar ben ik ook natuurlijk door beïnvloed geworden. En door
het onafhankelijk worden van Caribische eilanden. Een heleboel eilanden werden onafhankelijk, kleinere eilanden dan ons, met minder welvaart en welzijn. En dan denk je, nou, zij kunnen wij het zeker, weet je. Ja, dus, dat soort dingen beïnvloedde je. En in die tijd ook bestond in Europa, elk gebied was een land. Je had dus Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, weet je hoe. En je had in Afrika ook, Kenia, weet je, allemaal landen. En hier Zuid-Amerika ook allemaal landen. En die Caribische eilanden, allemaal onafhankelijke staatjes. Daarna, dus in de laten we zeggen in het begin van de 21ste eeuw, er bestaat geen Nederland, wat is de Europese Unie. De invloed van internationale verdragen blijkt belangrijker te zijn dan je eigen grondwet. Wij hebben hier op Curaçao, men realiseert zich dat niet, dat Nederland internationale verdragen heeft getekend, over andere van gevangenis en dat soort dingen, die wij ook moeten gehoorzamen. Dus je bent aan het internationaliseren. En je ziet ook dat die onafhankelijke eilanden het niet gehaald hebben. Ze zijn verder afgezakt. Veel steeds. In armoede. Ja. En ook steeds hulp blijven zoeken bij Engeland. En voor mij was de grootste oogopener in die tijd, ik heb toen de drie Guyana's bezocht. En ik ging naar Frans, naar Engels Guyana. En die had onafhankelijkheid bereikt via een revolutie. Diepe ellende. Diepe armoede. Ja. En toen ben ik naar Suriname gegaan. En dat was niet veel beter. Nog steeds is Suriname aan het opkrabbelen. Toen ben ik naar Frans-Guyana gegaan, een paradijs. Zaten daar zwarte mensen in zo'n cafeetje met hun stokbroden. Geld op zak. Ja, weet je, denk ik, oh joh. Dit is toch beter dan die twee andere modellen. En toen heb ik mijn visie aangepakt. Ik dacht, kijk, wat is belangrijker voor een land? Autonomie, de baas in eigen huis, eigen geld, hoe noem je dat, eenheid, vlag, volkslied. Dat zijn allemaal de dingen die we bereikt hebben na 30 mei. Wat Nederland ons ook, oh, wil je vlag? Graag. Vlag. Wil je een eigen munt? Nog liever. We kregen al die dingen zonder dat we ervoor hoefden te vechten zelfs. En ik dacht, ja, Nederland geeft het zomaar omdat het geen waarde heeft. En zij hebben het ook hun geld zomaar weggegeven. Dus van de gulden zijn we allemaal euro's geworden, weet je. En in Amerika had ook een dollar voor alle staten. Ik dacht, we zijn verkeerd bezig. Eigen munt en autonomie en vlag. Al die dingen betekenen geen moer. We moeten werk hebben. We moeten een sociale inkomen hebben waar we van kunnen leven. We moeten een onderwijs op niveau hebben. We moeten, hoe noem je dat, volksgezondheid op niveau hebben. Ja. En ik realiseerde me aan de hand van cijfers dat we dat niveau niet konden betalen. Ja. De onkosten van net deze segmenten zijn in de loop van de geschiedenis gestegen. Volksgezondheid is een steeds belangrijkere, grotere, laten we zeggen, onderwerp geworden van de begroting. En zo is het met onderwijs ook. En ik dacht, weet je, we gaan vastlopen. We gaan vastlopen. We blijven een ongezonde bevolking. We blijken een minder ontwikkelde bevolking. Onze intellectuelen vluchten ook weg. Omdat ze daar, laten we zeggen, in overeenkomst met hun opleiding een apparatuur kwamen en zo. Dat ze hier niet kregen. Jongens zaten hier op het landslaboratorium. En dan zeggen ze, meneer, ik werk met een reageerbuisje, weet je, heb ik nooit mee gewerkt. Ja. In Nederland druk je op een knop, weet je. Ja, dus ik wil zo'n machine, dat weet ik, weet je. En in zo'n onderwijs was hetzelfde. En toen dacht ik, nee, als we onafhankelijk worden, en zeker omdat we zo klein waren, toen Aruba wegging, heeft ook invloed gehad aan de verandering van je visie. Ik zeg, we moeten een onderdeel, we moeten een provincie worden. Nederland moet onzezelfde rechten
en ook dezelfde plichten geven als de andere provincies. En toen heb ik ook onderzoek gedaan. En het blijkt toch wel dat provincies in Nederland een grotere autonomie hebben eigenlijk dan wij binnen de statuut. Dus de sprong was niet alleen een vergroting van de werkelijke economische situatie en sociale rechten en zo, maar ook van de autonomie. Ja. Omdat je die provinciale staten had en dat ook de centrale regering in Den Haag pas controle uitoefende als er iets misging. Ja. Men ging niet controleren, terwijl hier bestaat die controle, financiële controle wel. Snap je? Dan dacht ik, we gaan er op alle manieren op vooruit. Ja. En dat heeft de bevolking toen de tijd, ik zeg al, ik ben altijd te progressief geweest, toen de tijd niet goed begrepen. Ik heb de indruk nu dat ze het meer begrijpen. Terwijl Godet gisteravond heel die divisie van eigen baas propagandeerde, waren er twee interviewers, zal ik maar zeggen. Die directeur, Franklin, en nog een andere. En die andere was volkomen met mij eens. Mm-hmm. En Bonaire is ook een etalagevoorbeeld geworden. Hoor. Curaçao's vertrekken nu van Curaçao naar Bonaire. Vroeger kwamen ze van Bonaire naar Curaçao. En ze gaan niet alleen voor werkgelegenheid, ze gaan ook voor onderwijs. Ze gaan voor beter medische verzorging. Dus zien ze eigenlijk, die provincie is nog niet zo gek, dat oude idee. Maar is het je kwalijk genomen? In die tijd wel. Begin jaren 90. Ja, weet je waarom? 93 zo. Ja. Weet je waarom? We hebben hem vaak gezegd, hè? Pas op Citec nog. Brown, ik ben het volkomen eens met jouw idee. Maar jij had het niet moeten doen. Snap je? Je bent altijd voor onafhankelijkheid geweest. Je was als een rolmodel, je was als een grote held voor de onafhankelijkheid voor 30 mei. En nu had je macabre pret. Weet je? Dus ja. Ik had, dat is misschien dus. Wat vond je daarvan? Was een opmerking? Ja, kijk, ik realiseer me, daarom haal ik het nou aan, dat hij gelijk heeft gehad dat ik het ander had moeten laten doen. Hoor. Ik had niet nummer 1 op de lijst moeten gaan. Ik had, het idee propaganderen, maar iemand anders het laten uitdragen, dan was het misschien beter gelukt, snap je? Ja. Omdat men niet alleen, laten we zeggen, moeite had met het idee, en het idee wel of goed afkeurde, maar de persoon die het bracht, werd... Ja, want je zegt wel veranderend inzicht, hè? Het veranderen van je standpunt is een vorm van volwassenheid. Juist. Maar voor heel veel mensen is het ook een vorm van onbetrouwbaarheid. Hey, ik dacht dat je daar van zat verraad, en je daar. Van verraad. Verraad? Ja, ja, dat noemen verraad, ze die, zo sterk? Ja, zo noemen ze dan ook Judas. Hè? Ja. Wat dan Judas, Brown. Weet je hoe? Hoe is dat nu, 2019? Nu, ik zeg, er was een periode dat ik agressief op straat ook, met carnaval en dat soort dagen dat mensen gedronken hadden en zo, agressief werd benaderd, hè. Ja. Met z'n kip op een smoerbabbel en dat soort dingen, hè. En dat is allemaal vervlakt, zal ik maar zeggen. En ik ben ook niet zo meer aan het promoveren. Ik zie je nooit meer bij carnaval. Nee, jawel. Maar ik sta daar niet meer, omdat dat het einde van het carnaval is. Ik ben niet leuk meer. Dat is te laat. Ja, dan is het carnaval dood. Dus ik ga meer ik heb nog heel veel foto's van jou bij bij carnaval. Ja, ik weet met Annemarie. Ja. Maar toen was het het begin van de carnaval. Ja. Dan maak je de mensen, dan was de Telecorso net daar. Dat was heel leuk. Maar nu komen ze daaraan en zijn ze doodmoe. En komen al, weet je wat mij erger? Dat dan andere groepen al afgelopen zijn en dan teruglopen. Ik vind het niet leuk meer daar. Ja. Dan ben ik allemaal terecht. Ja, nee, laten we even terug gaan naar die 50 jaar. Want ik ben wel benieuwd in 2019. Hè, gisteren sprak ik met Dimitri Klozen, de directeur van NAAM. Ja. Geschiedkundige. Ja. Is op 4 juni, ontdekte ik, geboren van 1969. Dus hij zat nog in moeders buik toen hij begon. En hij zei, er is niks veranderd in 50 jaar. Ja, maar dat is net wat ik gisteravond dus, wat ik, laten we zeggen, Godet
en zo ook, promoveerde. En deze mensen praten zonder dat ze woordwettig mee hebben meegemaakt. Ik heb het aan de lijve gevoeld. Ja. En ik geef voorbeelden. Hoor. Ik zeg, er waren maar 500 volkswoningen, dan zijn er duizenden. Er waren 20.000 werklozen, 600 kregen een onderstand. En welke 600 waren dat? De vriendinnetjes van de gedeputeerden. Nu zijn er nog steeds 20.000 werklozen, want we hebben de vooruitgang van de economie is niet gelukt. Dat heeft niks te maken met de regering. Dat heeft ook een waandankbeeld dat wij hebben, dat een regering arbeiders, werkgelegenheid moet scheppen. Hoor. Ja. Nee, een regering moet een arbeider scheppen die aan werk kan komen. Dus hij moet zorgen voor onderwijs, voor veiligheid en dat soort dingen. En dat is nog steeds niet zo? Oh, gedeeltelijk wel. Hoor. Gedeeltelijk wel. We hebben veel goede scholen. Wat voor mij, Verveek doet het een beetje. Wat voor mij een probleem is, dat we op toerisme zijn gaan leunen als een vooruitgang van de economie, maar nog geen goede hotelvakscholen. Dat is een van de eerste scholen die we hadden moeten zitten. Mijn kinderen zitten op Aruba, omdat ze in het hotelwezen zich wilden vervolgen in hun onderwijs. Toen moesten ze weg hier. Toen moesten ze naar Aruba gaan, naar de hotelvakschool. Ja. Daar zijn ze natuurlijk meisjes tegengekomen en uiteindelijk zijn ze daar blijven. Terug. Nee. Dus als ik hier een hotelvakschool had gehad, was ik hier gebleven. Hoor. En daar naar Nederland en dan weer terug. Dus ik zeg dus 600 hadden een onderstand. Nu hebben we 10.000. Waarvan de 8.000, 9.000 vrouwen zijn die in verwachting zijn van een kind. Die krijgen automatisch onderstand. Vroeger was onderstand een gunstgave. Ja. Dus er zijn volkswoningen bijgekomen. Er zijn meer onderstandtrekkers. Er is ouderdomspensioen. Er is volledige of gratis geneeskundige zorg. Er is zorg voor gebit. Dus dat is ook iets. Men realiseert zich dit heel vaak niet. Hè? Dus deze jongen blijkbaar ook niet. Dat Curaçao buiten Europa, als je ons vergelijkt met de omgeving, de landen in Zuid-Amerika en de landen in het Caribisch gebied en zo, wij een paradijs zijn. Er zijn maar weinig landen ter wereld buiten Europa die zo'n grote niveau van welstand en welvaart hebben dan Curaçao. Ja. En kunnen we dat vasthouden? Wat? Maar realiseert ze zich niet. We praten over, we zijn arm en we kikken, weet je. Als ik hier naar de tandarts ga met mijn 80 jaar en ze doen iets aan mijn tanden, kost het me geen cent. Nee. Waar ter wereld gebeurt dat? Als je ook naar die landen gaat, zie je allemaal mensen met slechte gebitten. Ze kunnen niet betalen. Bij mij is het gratis. Als ik naar de dokter ga, gratis. Ja. Weet je, dat zijn dingen die het men niet realiseert, want het zijn historisch verworven rechten. Onder invloed van 30 mei onder andere. En dan zeggen we, ja, alles hetzelfde gebleven. Wat is hetzelfde gebleven? Dat klopt niet. Dus. Het klopt helemaal niet, toch? Nee. Zie jij hier op straat mensen van de honger doodgaan? Ik ben naar Afrika geweest, ik ben naar 4 landen in Afrika geweest. Op een station vind je dode baby's. In de riool. Dan mensen komen uit het binnenland en slapen. Zijn dan gegraven om water uit te voeren. Dan slapen ze in. Elke dag komt er een pick-up, een gele pick-up. En dan zie je zo'n man weer een lijk. Dat zie je hier niet. Iedereen heeft. Het kan zijn dat hij geen lomito kan eten, maar hij eet. Weet je? En wat doen wij? Wij vergelijken ons met de welvaart en welzijn van een van de rijkste landen ter wereld, Nederland. Een van de rijkste landen ter wereld. Ja. En dan zeggen ze, nou ja, maar weet je, kom maar aan met de biba. En in plaats van zeggen, dan kom ik aan, wat de biba bon toch? Ja. En vragen ze ook altijd, nou waar kom je maar aan met de biba? Aan wat de valt een kost? Iedere Curaçaose huis hier, op dit moment vroeger niet, heeft water, heeft licht, heeft een televisie, heeft een keuken, weet je, met gas. Weet je, in Nederland niet eens meer. Weet je hoeveel landen geen water hebben?
geen wc, wc ben ik vergeten, geen wc hebben. Toen 30 mei begon, waren er veel huizen zonder water, zonder toilet. Ze hadden een gat in de tuin. En als ze water hadden, was het een kraan dat de waterleiding tot buiten bracht. Maar ze hadden geen aansluiting in het huis dat je zelf moest betalen. Dan moest de mevrouw, de vrouw des huizes, elke dag met een emmer naar, laten we zeggen, de buitenhek lopen, naar de meter lopen, die emmer vullen, baden, weer emmer vullen voor man, weer emmer vullen, weet je. Zo werkte het. Nu hebben ze waterleiding tot in het toilet. Oké, dat is ik woon hier in een huis, ik woon hier in een huis, ik ben onderwijzer. Mijn inkomen, mijn pensioen is op het niveau van een onderwijzer. Ik heb nooit promotie gewild, nog gemaakt. Dus er waren twee dingen. Hè. Ik wilde niet, maar zij wilde ook niet voor mij. En met een onderwijzeres. Ik woon in een huis met twee auto's, met drie toiletten, met badkamers. Waar in Nederland kan een onderwijzersachtpaar zo wonen? Ja, dat klopt. Ja. Als je, wat ik nog vragen? Punt. Ja, ik zat met een vergeten. Nou ja, we hebben geen haast. Ik heb een foto van jullie. Oké, wacht even. Ik heb een fotostel bij me. Moeilijk, hè? Nee, het is ook makkelijk, hoor. Ik moet hem alleen maar inzoomen of niet. En misschien de flits even aanzetten. En dat is, vind ik, dat wij ons te weinig realiseren. Want een heleboel van deze welvaart en welzijn hebben we wel te danken aan de ontwikkelingshulp. Hè. Voor 30 mei kregen wij ongeveer 200 miljoen gulden per jaar. Als een lening gedeeltelijk. Hè. Een derde was een harde lening, marktconform. Een derde was een zachte lening, onder de marktrente. En een derde was cadeau. Ja. Okay. Goed hier? We hebben de leningen niet terug kunnen betalen. In 2010. Ja. Toen hadden we ongeveer 600 miljoen gulden nog schuld. Ja. Nee, Nederland is schuld kwijtgescholden. We hadden tot op dat moment 4 miljard gulden gekregen. We kregen nog eens 4 miljard gulden cadeau. De eerste 4 miljard gulden is voornamelijk geïnvesteerd, ook van de Nederlandse invloed, in economische projecten. Dus we hebben een van de beste havens ter wereld. Ja. We hebben een. Ja, perfect. We hebben. En nog even. Inzoomen op Stanley. Oh. We hebben één. Ja. We hebben één van de beste luchthavens ter wereld. We hebben een hoog ontwikkelde infrastructuur. Op Curaçao moet je een zandweg zoeken. Mm-hmm. Er zijn geasfalteerde wegen die nergens naartoe gaan. Dus we hebben waterleidingen over heel het eiland. Water is bereikbaar over heel het eiland. Stroom is bereikbaar over heel het eiland. Ons huisvuil wordt opgehaald. Onze beerputten worden leeggemaakt. En we hebben ook rioleringen die naar de zee gaan. Is dat te danken aan... nou, uiteraard is het te danken aan de geschiedenis van ons eigen eiland. Maar we hebben ook een olieindustrie, wat geen enkel ander eiland heeft. Behalve Aruba dan. De olieindustrie werkt erg segmentarisch. Ze hebben dus Julianadorp ontwikkeld. Reconario ontwikkeld. Groot Kwartier ontwikkeld. Maar brieven gaat niet, dat is van ons. Zero Fortuna niet, dat is van ons. Weet je, Wishi Machena niet, ook een achtergebleven gebied overigens. Maar wel Cascara, wel weer van de Shell. Ja. Dus we ontwikkelen segmentarisch. En een heleboel van het geld dat de Shell uitbetaalde, was kapitaalvlucht. Omdat er een heleboel, toen de Shell ging automatiseren in de jaren 60. Zijn ze van 13.000, 14.000 arbeiders meteen afgezakt naar 8.000. Nu zijn het nog geen 4.000. Nee. Weet je, dus de automatisering heeft een heleboel negatieve invloed gehad op de werkgelegenheid. Dat was toen al in 69, hè? Ja, 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 het begon. Ja, perfect. Mooi. Het begon toen, hè? Ja, ja. Maar, ja, ik ben weer terug bij... Want de Shell heeft dit gedaan. Hoor. Ze hebben mensen ontslagen. En die gingen bij Westcar weer in dienst, gingen terug naar de Shell-terrein en kregen dezelfde werk voor de helft van het salaris. En ja, dat heeft dat ontevreden. Ja, ja. Ik woon sinds 2006 op Curaçao.
Ik merk dat gedurende de 13 jaar dat ik hier nu zit, er eigenlijk voortdurend momenten zijn geweest waarop mensen tegen mij zeiden, pas op, het wordt weer 30 mei. Weet je, men heeft haar altijd mee gedreigd. De vakbonden zijn daarmee begonnen. Dus na 69 zijn er enorme goede cao's getekend. Met 14% salarisverhoging. Wat een onwerkelijkheid was. Misschien was het ook wel een historische inhaalslag. Maar plotseling zo, 14%, weet je. En hoe hebben ze dat bereikt? Door continu te dreigen met 30 mei. Errol Kova was daar kampioen in. No? Ja. Hij begon ook met kleine demonstraties, weet je. Een paar autobanden in brand steken. Hij is er altijd bij. Ja, maar autobanden in brand steken en dat soort dingen. Ja. Hè? En geleidelijk aan is het effect daarvan weggegaan. Ik denk onder invloed van de gekochte, beïnvloede vakbondsleiders, maar ook door de media. Mm-hmm. Ik denk dat de 90% van de media op Curaçao niet valt onder de noemer van vrijheid van pers. Mm-hmm. Ze praten naar de mond van de grootste adverteerders. Ik heb het regelmatig meegemaakt. Ik ga geen namen noemen, maar ik kom bij een radiostation. En dan roept de directeur mij even van tevoren. Ron, je weet, vrijheid van pers. Je mag praten wat je wil, maar zeg niks verkeerd over banken wat doen. En dan weer een andere. Zeg niks over de Shell. En dan geloof je dat in eerste instantie niet. Hè? Dan denk je, ja goed, je kan het banken wat doen. En dan criticiseer ik het toch, hè? Hun rentemarge. Want hun rentemarge altijd afschuwelijk hoog. Hè? Tegenover de regering. Ja. Voor kortlopende leningen die de regering elke maand nodig had om zijn salaris uit te betalen. En daar verdienen ze enorm veel geld mee. Hè? En dan riepen mensen: je luistert niet nog, ga even zitten. Ga even daar zitten. Nou, dan ging ik zitten. Rum, telefoon. Directeur van de Banco Maduro. Wat kan ik voor u doen? Dan zet hij de speaker aan, hè. Nou ja, voor organisatorische redenen kunt hij de advertenties 3 dagen niet plaatsen. Dan zegt hij, weet ik wat ik doe. Oh, hoe arm is de zakken zijn voor pakken meer. Wat ben ik in een bokkostami doos meer in digitaal voor de Thomas. Dan zie je de invloed. En dat is ook in kranten en zo, no? Ik bedoel, ik vind het nog steeds ongelooflijk dat een politicus als Jackie Voges, die van de ene partij naar de andere switchte wanneer het hem uitkwam, eigenaar is van de grootste krant van het eiland. Hoe is dat gebeurd? Hoe heeft de bisschop dat ooit aan hem kunnen verkopen? Ja. En je ziet ook dat de amigo van krant, ik weet niet wat het is geworden, maar het is geen krant meer. Nee. Maar we zijn nu in 2019, de raffinaderij gaat sluiten. Dat is niet zeker. Oké, ik neem even een voorschot erop. Ja, maar in ieder geval is het spannend. Het kan sluiten. Het kan sluiten. Ik ben er mee eens dat het sluit. Mm-hmm. En dat er een kleinere raffinaderij bij Bullebuik komt. Want dan komt er een prachtig gebied daar. Ten eerste schept het 3 jaar werkgelegenheid. Om het te ontmantelen. Goed betaalde werkgelegenheid. Mm-hmm. En dan komt er na schoonmaak. Wat heel moeilijk zal zijn, om de olie helemaal te rot. Weet je dat ze vroeger daar tankers hadden zonder bodem? Dat ze vulden, dat is gewoon, omdat olie zo goedkoop was. Ja. De lekverlies was goedkoper dan een stalen bodem zetten. Onder invloed van, laten we zeggen, activisten, hebben ze bodems gezet op verschillende. Ja, maar met een wellicht sluitende isla. Hoge werkloosheid, automatisering, financiële sector die er niet goed voor staat. Nee, die offshore. Precies. Ja. Ik verhoor de dreigingen nog niet, maar zijn dat niet juist de ingrediënten waarop je kan zeggen er kan weer een 30 mei plaatsvinden? Nee, je kan zeggen er wordt een provincie. Je kan het negatief bekijken en je kan het positief bekijken. Wat zal de bevolking, welke weg zal de bevolking kiezen? Om weerbrand te gaan stichten en te vernielen en al die dingen. Of zal het kiezen voor provincie worden? Snap je? En ik denk
dat de ontwikkeling op dit moment hoger is in de algemene bevolking dan in 1969. Ik denk ook dat de les nogal zwaar is geweest, niet alleen voor de economie en voor de werkgever die ongeveer 40 miljoen verloren heeft in die dag, maar ook voor de bevolking die de vlucht naar Nederland heeft meegemaakt. Hun kinderen, onze kinderen zijn weggegaan. Ik heb 5 kinderen, geen enkel woont op Curaçao. Dat doet me pijn. En is dat veroorzaakt door 30 mei of andere oorzaken? Je weet het niet precies. Maar bij de algemene bevolking is duidelijker, omdat mijn kinderen gestudeerd hebben, maar duidelijker dat de vlucht uit economische noodzaak is. En men heeft hun, laten we zeggen, beïnvloed dat dit de gevolgen van 30 mei waren. We kregen ook, laten we zeggen, die drugsinvloed, hè, die Bolita slikkerij, weet je. Op een KLM-vlucht heb ik ooit wel eens gelezen dat er 60 Bolita slikkers zaten. Patras die Duello. Ja. Maar dus dan zeg ik, wat zal de ontwikkeling brengen? Ik denk niet 30 mei. Ik denk dat het geleidelijk aan de richting van provincie zou worden. Maar hoe realistisch is dat als je kijkt naar de rol van Nederland? Want Nederland ziet Curaçao aankomen. Die hebben al lang zoiets van. Dat klopt als een bus. Want ik ben in de aanleiding van C93 ben ik naar Nederland gegaan. En heb ik met de voorzitters van veel politieke partijen gepraat. En ze zeiden, nee, mevrouw, u bent tegen de stroom in aan het gaan. De stroom is onafhankelijkheid. Maar ik zeg alweer, er is altijd voortschrijdende inzicht. Amerika heeft als eis gesteld dat Curaçao niet onafhankelijk kan worden, want ze moeten hier hun, hoe heet het, hun militaire macht hebben om Venezuela nu te kunnen bombarderen. Eerder was het Chili, weet je, vanuit hier. Die vliegtuigen konden vanuit hier heel Zuid-Amerika bestrijken. Geopolitiek dus. Dat is de juist, dat is de reden ook dat Nederland ons niet samen, ook dankzij Wantje Evert, in 1975 eruit geschopt heeft. Want daar waren ze mee bezig. Heel die troep weg, weet je hoor. Suriname als eerste. Ja. En achteraf denk ik dat Nederland zich ook heeft gerealiseerd dat dat een van de stomste dingen is die ze hebben gedaan. Want Suriname is een van de rijkste landen ter wereld. Ja. En dat was van jou. Weet je? Het begon al toen ze New York hebben verkocht. Maar ja, wat biedt Curaçao voor Nederland? Behalve de geopolitieke. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. En het is ook een hub. Een hub van doorvoer van Zuid-Amerika naar Bing. De enige negatieve, en dat is niet zoveel, we hebben maar 300.000. De invloed van Curaçaoenaars, de zwarte Curaçaoenaars die naar Nederland gaan en zich samenhopen in bepaalde gebieden. Hoor. Dus je krijgt in Den Haag krijg je een beetje dat ze zeggen, ja weet je, we willen ze niet meer hebben. Groningen, weet je. Maar laten we zeggen in Brabant, in Limburg, in Drenthe, Gelderland zie je geen zwarte Curaçaoenaars bijna. Weet je. Dus, daar hebben ze dus geen negatieve gevolgen van. Ja. Maar die hebben alleen enigszins positieve gevolgen. Ja. Dus Nederland heeft dus in 1942 een contract getekend met de toenmalige president van Amerika dat hun NATO-bijdrage zou zijn door hier een luchthaven met een 3 kilometer landingsbaan te bouwen. In die tijd waren er geen passagiersvliegtuigen die 3 kilometer nodig hadden, maar wel bommenwerpers. Dus hun NATO-bijdrage werd Curaçaose luchthaven. Ja. En we hebben pas na de rand waren we er blij mee, maar in die tijd, want wij betaalden dus 1/3 van de kosten. Na de rand waren we er blij mee, maar toen kostte het ons geld, aflossingen en al die dingen. Hoor. En dat was Nederlandse bijdrage aan de NATO. Dus zo heeft Nederland, Nederland is altijd een kruidenier-dominee geweest. Hè? Soms is hij kruidenier en soms is hij dominee. Maar ja, daarom vraag ik mij af, als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen op Curaçao vanaf 2010.
hè, zie je dat de helft, en we hebben het in Sinon gezien in 2009 bij de volksraadpleging, dat die stroom van mensen die eigenlijk niets met Nederland te maken willen hebben, bijna net zo groot is als de stroom die dat wel wil. Ja. Dus ja, dan is bij mij de vraag, hoe realistisch is het dan om te verwachten dat toch richting Nederland gaat opschuiven? De vraag is, wat gaat groeien en onder welke invloed gaat het groeien? Ik heb in het begin al aangegeven dat ik denk dat de aansluiting bij Nederland gaat groeien onder invloed van al die Nederlandse kinderen die Curaçao naast nou hebben. Ja. Als ik daar een kleinkind heb die Makamba is, dan wil ik niet van Nederland weg. Ik wil dat kleinkind bezoeken. En dan zegt Nederland, nee, onafhankelijkheid, je moet voortaan een visum hebben. En dan zeg ik, nee, dat wil ik niet hebben. Amike bijwulana wormike. En dat leeft ook bij de Curaçaona, voordat hij kinderen. Siri gaat zomaar. Stom niet. Oké. Voordat massaal kinderen daar werden. Hij leefde altijd bij de Curaçaona. Bijwulana wormike. Laten we zeggen, onderschat nog steeds het feit, want het gebeurt, maar men weet het niet allemaal met cijfers, maar ik weet dat het gebeurt uit gewoon gesprekken, dat er Curaçaonaars zijn die naar Europa gaan. Gaan in Nederland, ze werken in Spanje, ze werken in Portugal, ze werken in België, ze werken in Duitsland, weet je. Dus er zijn, de wereld is, een groot gedeelte van de wereld, staat dankzij een Curaçaonaar die onafhankelijk wil, zegt altijd tegen jou, waarom moet je doen aan mijn paspoort? Maar dan snapt hij niet dat onafhankelijkheid inhoudt, moet je goed doen aan mijn paspoort, brother. Dan zegt hij, no, mijn paspoort had niet, maar ik kom prima kansje. Dus een 30 mei, 50 jaar later, dat zit er niet in? Ik ben bijna overtuigd voor 90% dat het niet in zit. Er is ook nog iets anders, een ander aspect, die het negatief beïnvloedt. 30 mei komt als er een organisatie is die het wil. Mm-hmm. Snap je? Er is nu geen organisatie die laten we zeggen, geweld propagandeert. In die tijd waren er meer of min 3-4 organisaties die op wat voor manier dan ook onafhankelijkheid wilden. Yes. Vito was de ene die het meest revolutionaire was. Die zei, als we weet je, moeten vechten met wapens in de hand, dan zakken we maar kamer. De vakbonden waren ook, dus de radicale vakbonden, de AGU, de mijnmaatschappij, DOC en zo, waren ook zo van, al staken we een jaar, die makambas moeten weg. Weet je, wij moeten eigenaar worden van de DOC, wij moeten eigenaar worden van de mijnmaatschappij. Er waren twee organisaties die geweld propagandeerde. De katholieke kerk deed dat niet. Die probeerde de boel te kalmeren, maar in de katholieke kerk was er ook een linkervleugel, Pater Reumer, Streefkerk, vooral Pater Reumer, die ook eigenlijk geweld propagandeerde in zijn preken in de kerk. Ik ben vaak gaan luisteren, van dit kan niet zo doorgaan, deze makambas kunnen niet denken dat ze hier kunnen komen en abuseren die in de pretto, weet je, want hij was zelf pretto. Ja, Stanley Brown in de kerk, dat had ik wel eens willen zien. Maar ik ging luisteren hoor, ik geloofde er niet in, maar ik had respect. Ik ben heel vaak in gesprekken geweest met Reumer, heel vaak, ik ging bij hem, daar bij Boca, en ook heel vaak met Holteman. Heel vaak met Streefkerk. Men realiseert zich niet dat naast de negatieve rol, dus het geloof in God en al dat soort dingen propaganderen, de organisatie vaak anders reageert en positief. En Streefkerk is een van de mannen geweest die Familia Plania heeft opgericht. Ja. Samen met Onakui. In de condoomsuitdeling. Je zou het niet denken, ja, juist in de stad. Kampo was toch ook opgericht door de katholieken. Ja, maar je zou het niet denken dat een katholieke priester tegen de zin van de kerk wel dit toch deed. Ja. Weet je hoe? Campo Alegre is door de protestantse kerk, meneer Bakhuis, een vooraanstaande protestant, met een miljoenen investering opgericht om de stad te helpen saneren.
Want vroeger kreolde het in de stad van prostitutie. En de Curaçaose vrouw te beschermen. Dat was, de ja, was ook een reden erbij. No? Ja. Maar de voornaamste reden was prostitutie te bannen uit de stad. Ja. Omdat ja, hij de stad benadeelde, de ondernemers benadeelde. No? Dat prostitutie rondom ga je niet met je vrouw inkopen doen. Ja. Hey, die, als je nu kijkt naar het politieke spectrum, hè, en ik reken Schotter er nog even bij. Ja, ja. Amparo de Santos, ja. De Minky Royers, de Charles Coopers, dat ja. Is nu ook bij die club, geloof ik. Ja. Die club gaat in invloed afnemen, denk je? Want dat zijn mensen die willen eigenlijk geen last hebben, laten we zo zeggen, ze willen niet ondervangen, want dat zeggen ze niet hardop. Maar ze willen geen last van Nederland hebben. Ze willen geen controle ja. Op hun corruptie. En ik hoop, en ik heb ook gezien, dat, kijk, er is altijd een percentage in een bevolking van ongeveer 60% niet corrupt, 40% corrupt. Dat moet ongeveer de hoogste cijfer zijn. Het kan ook 70-30 zijn, het kan 80-20 zijn. In Nederland is het heel erg gunstig, ongeveer 80-20. Curaçao is het 60-40. Ik hoop dat het 70-30 wordt. In plaats van 50-50, snap je? En ik heb de indruk dat de, hoe heet het, het openbare ministerie, de justitie, ja. Ja, dat die redelijk goed functioneert, mm-hmm. Omdat je de arrestaties ziet, de ontdekkingen van corruptie. De controleapparatuur die vroeger niet functioneerde, is beter gaan functioneren. Ja. Bijvoorbeeld de rekenkamer. Functioneerde vroeger niet, omdat er een wet bestond die de rekenkamer verbood om uit zichzelf advies te geven aan de regering. 30 mei heeft die wet veranderd. De rekenkamer, vroeger was het, als de regering advies wilde, moesten ze het gaan vragen. Ja. Ze vroegen nooit. Ja, ja, ja. En toen hebben we de wet veranderd, dat de rekenkamer, ja. Snap je? Want ik schreef over die dingen en toen ik startte dit wet, dan roept zo'n man, was een eerlijke man, Bakhuis ook. En hij zei, bro, het is onze schuld, we kunnen het niet. Verander de wet, we helpen veranderen. No? En dan is de rekenkamer beter gaan functioneren. Ik zie ook dat het niveau van statenleden en ook van de regering toch ook wel gestegen is. Niet alleen wat betreft kwaliteit van studie, maar ook kwaliteit van integriteit. No? Vroeger waren veel statenleden, ik kende veel, dronkaards. Er werd gratis alcohol geschonken in de Staten. Dus als er een pauze was, dan gingen ze daar zitten zuipen, echt zuipen. Ja. Kwamen ze dronken terug. Ja. Ik ben de statenlid die dat afgeschaft heeft. Ik zeg, we schenken geen alcohol meer. Ja. Als je wilt drinken, drink je cola. Kwaad zijn ze toen op mij geweest, vooral de Arubanen. Echt, waarom moet ik komen? Dan heb ik een probleem met Tommy de Sali, mijn baby, ben je Chinees? Weet je, doe dat maar hier drink je niet meer. Nee. En nu zijn ze niet meer dronken. Nee. Ik heb ook meegemaakt dat statenleden die rapporten niet konden lezen. Ik zat in een onderwijscommissie, ze konden het niet lezen en ze lazen het ook niet. En er waren maar twee mensen die heel die rapport hadden gelezen, heel de begroting hadden gelezen. Dat was Pietje van der Hoeven, de Makamba, waar ik tegen was, en ik. Ja. En als ik dan dus met een voorstel kwam, dan was hij de enige die mee kon denken. Ja. Dan denk ik, kom je, weet je, die man is mijn oppositie, maar hij denkt met deze klootzakken die met mij in de regering zitten, hebben het niet gelezen, kunnen het niet lezen en doen het ook niet. Nee. Te veel werk, nee. Snap je? En je kreeg wel per vergadering 20 gulden. Ja. Dat probeer, er waren ook mensen die, ik heb een keertje meegemaakt, dat tegen mij, het is een vergadering, commissievergadering. Ja, we moeten toch ook een keertje naar Bonaire vergaderen. Iemand tegen, ik dacht, oh, hij heeft gelijk, weet je, statenlid. Moet ook Bonaire vertegenwoordigen. Ja. Dus we gaan naar Bonaire. Reis betaald. Hotel betaald. Dagvergoeding extra. Je hebt je inkomen, je krijgt dagvergoeding extra. Auto betaald. Komt hij de eerste vergadering? Nou, ik open de vergadering. Ik nodig jullie allemaal uit om naar de regatta te gaan. Ik sluit de vergadering. Ik dacht, wat een goed boel. Ze zijn gewoon hier aangekomen op kosten van het, voor de regatta. Ja, ja, ja.
Ik had niet door, ik was niet zo'n sportliefhebber, dat de regatta was op Bonaire, maar zij wel. Ja. En toen ben ik ook opgestaan en ik zeg, weet je, ik ga terug naar Curaçao en ik meld dit en ik wil geen dagvergoeding. En toen zeiden ze, ja nou, dit was de eerste vergadering, er komt nog een vergadering, blijf, weet je. Ja, en dan word je allemaal. Ja. Hey, als je kijkt nu naar Curaçao, hè, het Venezolaanse probleem, hoe kijk jij daar naar? Ik ben voor Maduro natuurlijk. Uh-huh. En ik ben voor Chavez. Ik denk dat de media en de boycott van Amerika de grootste oorzaak is van de problemen die Venezuela heeft. Uh-huh. En dat de media, de Amerikaanse media, ook een gekochte media is, CNN en zo. Uh-huh. En die dus wereldwijd de gezichts. Punt, hoe men Venezuela beoordeelt, beïnvloedt. Ook hier op Curaçao. Want we kopiëren alles van de Amerikaanse media. Nou, we gaan geen journalist sturen, gaan naar Venezuela aan onderzoek. Maar je krijgt wel berichten uit Venezuela van verschillende kanten. Hè? Uh-huh. En dan lees je alle twee en probeer je tot een balans te komen. Dan zie ik bijvoorbeeld dat ze 20.000 artsen uit Cuba hebben gehaald. Dus voor het eerst in de geschiedenis heeft een laag van de bevolking in Venezuela medische verzorging gekregen. Veel mensen die met een kleine operatie hun gezicht konden terugkrijgen, krijgen nu voor het eerst. Dus veel blinde mensen genezen. Ik zie dat hij duizenden volkswoningen heeft gebouwd. En ik ben in Venezuela geweest in het verleden. Mensen wonen echt in krotten. Mensen hebben nu een huis, hebben water, hebben toiletten. En ik zie ook, als er tegendemonstraties worden gehouden, dan zijn het vaak studenten. Wie zijn de ouders van studenten in Venezuela? Rijke mensen. Mm-hmm. Want de universiteit kost geld en het is voor de elite. Als Maduro een demonstratie houdt, dan zie je dat het gewoon arbeiders zijn, weet je, een mengelmoes van kleuren. Ja, dus dan denk ik. Maar nu focus je even op Venezuela. Mijn vraag was eerder bedoeld, hoe kijk je ernaar voor... Hè? Het mantra op Curaçao nu is, we moeten die mensen tegenhouden. Voor dat stuk bedoel je, ja. Hoe kijk jij daar tegen? Wat ik hoor van andere mensen, van ja, moet je horen, de migratie tussen Venezuela en Curaçao is al 400 jaar oud. We moeten die mensen niet tegenhouden, we moeten ze juist binnenhalen. Maar de toevloed, ja kijk, dat is dus ook weer een dubieus iets. No? De ondernemers, die willen best Venezolanen binnenhalen. Dat is goedkoop. En volgens hen zijn het harde werkers, zijn het capaciteitvolle mensen, want ze zien ze als wit toch, net als hun. Dus. Ik heb het ook wel eens zo uitgelegd. Als je naar Banco Maduro een lening gaat zoeken, om, laten we zeggen, ondernemen te beginnen. En directeur Laio Capillus in die tijd ziet een zwarte man binnenkomen, dan heeft hij al nee. Ziet hij een witte man komen, dan zegt hij, lekker erin dan. Ja, want hij identificeert zich met die mee. Witte man. Ja. Want de bank zegt, om een lening moet je collateral hebben en ik moet vertrouwen in jou hebben. Ja. Maar een witte man heeft geen vertrouwen in een zwarte man. Nee. Snap je? Dus, hij krijgt het nooit, hij heeft het ook nooit gekregen. Daarom zijn er zo weinig ondernemers op Curaçao. Geleidelijk aan zijn ze gewoon. Voor 30 mei was er geen enkele, weet je wel. En het is zelden dus gebeurd met dat vluchtelingprobleem. De ondernemer ziet het als een toegevoegde waarde. De arbeider ziet het als iets negatiefs. Concurrent. Precies. Discriminatie is in Amerika pas ontstaan tegen slaven. Na de afschaffing van de slavernij. Want de slaaf was geen concurrent van de witte arbeider. Maar toen hij vrij was, wel. Dan ging hij voor minder werken, minder geld, weet je, maar hij moest ook eten. Maar vroeger was hij tegen eten, tegen een huis. En die witte arbeiders waren zijn baas. Maar toen dat afgeschaft werd, moesten ze met elkaar komen. En toen werden ze racistisch. Ze zeiden, oh, in de pret en dan zie je, wie zijn lui. Een dieven, weet je. Maar hier wordt ook door, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, de zwarte elite van Curaçao heeft niets op met witte Venezolanen. Maar ik denk dus dat de zwarte elite
een nieuwe elite is, nieuw rijken, die hebben nog veel verbinding met hun arbeidersverleden, waarin ze de Venezolanen altijd hebben gezien als concurrent. Okay. Het gaat bij wat zien de bovenlaag, de elitaire witte bovenlaag op Curaçao die nog steeds ondernemer is. Wat ziet Bas Kooijman, om maar een voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Bas Kooijman ziet volgens mij graag Venezolanen, want ze werken goedkoper, yeah. Ze werken harder, yeah, weet je. Hij heeft dezelfde kleur als hun, yeah. Weet je. Yeah. Maar het is een zwarte Curaçaoenaar, waarvan een paar elite zijn geworden onderweg, dus gestudeerd en zo. Die zullen misschien nog steeds dat raciale gevoel hebben van, dan heb je een keer ook een aantal maskenoos. Dat is het. Dat is. Neem de René Roselia's hier op Curaçao, ja. Zoals ik er naar kijk persoonlijk, ja. Ja. Die vormt een gezicht van een groep mensen die heel erg naar identiteit op zoek is, naar de Curaçaose zwarte identiteit. Ja. Juist, juist. En daarmee vanzelf eigenlijk niets van doen heeft met alle andere kleuren om hem heen. Precies, omdat wij historisch het gevoel hebben dat ze hier komen en denken dat ze meer zijn. De gemiddelde Nederlander, en de Venezolaan ook hoor, hij gelooft echt dat hij beter is en meer is dan een zwarte man. Ja, is dat niet het gevolg van het feit dat de zwarte man zich minder voelt, automatisch, en daardoor... Dat is wat ze heel vaak als uitleg hebben gegeven, maar hij voelt dat niet automatisch, hij voelt dat omdat het historisch is opgelegd. Ja, ja. Als ik aan tafel hier eet, deze vrouw komt uit Colombia. Ze heeft gewoon, voelt zich gelijk aan Colombianen. Hè? Ze zijn allemaal arbeiders. Dan komt ze hier. Dan zei ik, je kan bij mij niet aan tafel eten. Dan begint ze toch een gevoel van minderwaardigheid te krijgen. Waarom kan ik niet bij hem aan tafel? Wat mankeert mij? Weet je hoe? Je mag niet mijn badkamer gebruiken. Je mag mijn wc niet gebruiken. En zo groeit bij haar een minderwaardigheidsgevoel. En dan kan ik wel zeggen, ja, van nature is niet waar. Dat is bij de Curaçaoenaars gecreëerd in de loop van de culturele geschiedenis. Ja. Jouw muziek is geen muziek. Weet je, jouw kleur is geen kleur. Nee. Jouw godsdienst is geen godsdienst. Dat was een belangrijk element dat men met zweepslagen en geweld de Afrikaanse goden uit de slaven hebben getimmerd. Mm-hmm. En er een witte god voor in de plaats. Kan je dat ook indenken? Hè? Een Chinees aanbidt een Chinese god. Een Afrikaan aanbidt een zwarte god. Alleen in dit soort gekoloniseerde landen zo, aanbidden zwarte mensen een witte god. Want Jezus is wit. Ja, het is wel grappig dat ik zeg, want ik heb toen de Zwarte Piet discussie ontstond hier op Curaçao. Hè? Dus ja, ik heb het ook meegemaakt. Toen sprak ik Shanna Henriques. Op het Brionplein, waar Sinterklaas en Zwarte Piet en zij gaf een heel betoog aan mij over Zwarte Piet en dat het koloniale instituut moet verdwijnen. Ja, ja. En toen vroeg ik er als vraag achteraan, maar geldt dat ook voor alle koloniale instituten? Ja, zei ze. Ik zeg, dus u gaat nu propageren dat de Rooms-Katholieke Kerk op moet rotten uit ons eiland? Dat kunnen ze niet. En ze keek me aan, alsof ze het in Keulen hoorden donderen. Want je raakt God aan. Ja. God heeft zo een... Maar zo'n witte God. Ja, precies. Maar dat zien ze niet. Ze zien God als een abstract figuur. Dat is bijvoorbeeld de bewustwordingsprocessen die Vito propagandeerde. Ik zei, ik ben met je eens, want dan antwoorden ze nog. God heeft geen lichaam, weet je. God heeft wel een kind gemaakt met een witte vrouw. En heeft een wit kind gemaakt. Waarom heeft hij niet met een zwarte vrouw een kind gemaakt? Ik zeg, er waren veel meer zwarte vrouwen dan die kleine groep Joodse vrouwen, weet je. Hij is expres uitgekozen, heeft overal gekeken, zei, ik moet een blanco weer. Ja. Dat is een feit, Jezus is ook maar, ja. Dan komen ze weer, Jezus is niet helemaal wit, weet je. Oké. Dat blijft een discussie, no? Ja. Maar het is precies zo voel ik het ook, no? Ja. Maar ik ben dus, ja, atheïst, ik geloof in geen enkele god, maar... En je kinderen ook niet? Sommigen wel, sommigen niet. Zij is wel een beetje godsdienstig, ook niet. Nee? Nee, Stanley ook niet, denk ik. Nee. Ik heb ze ook zo opgevoed dat ze... Ja. Maar ja, kijk, er is ook een evolutie, no? Ik kom als katholiek onderwijzen. Stanley is wel gedoopt. Maar hij ging eerst eigenlijk een communie gedaan, want ik ben weer verder. Vanessa is niet gedoopt. Nee. Die is meer atheïst, zal ik maar zeggen. Ja. Want hij zit met dat doopsel op de rug voor de rest van zijn leven.
Jij bent ook niet gedoopt, hoor. Ja. Je bent wel gedoopt. Ja. Dat is weer door de moeder. Ja. Maar waarom is het op zijn rug? Oh ja, je bent eenmaal gedoopt, dus ja. Ja. Dat betekent niet. Dat heb jij niet gedaan. Voor mij, toch? Nee. Maar goed, oké. Okay. Ja. Ja, ik ben zoon van een dominee. Ik ben ook gedoopt inderdaad, maar ik heb geen van toen protestantse dominee. Ja, ja. Ik heb nooit belijdenis gedaan. Ja, maar jij dat zei ik, met Stanley en zo, die hebben ook nooit... En jij hebt nog wel eens gedacht dat ik dominee was, nog? Ja. Je kwam als dominee over, je preekte al. Ja, maar ik heb mijn vader als voorbeeld. Dus, en ik kom uit een gezin van 7. Ja. En iedereen is eigenlijk een beetje dominee geworden. Ja. Onderwijzers, politieagenten, journalisten. Het zijn allemaal mensen die de les willen lezen aan een ander. Ja. Dus. Oké, nou, ik wou het hierbij laten. As you wish. Erg interessant. Ik hoop dat ik het na 3 minuten terug kan brengen. Het is 1:41. Ja. Ja, maar dat lukt wel. Ja. Want je moet om 5 uur weer op radio direct. En je hebt gisteren ook met Maarten Schakel gesproken. Ja, van Dolfijn. Ja, die vroeg mij naar jouw nummer. Ja. Je hebt geen cel meer, hè? Ik heb eigenlijk heel zelden een cel gehad, want het is allemaal zo ingewikkeld. En je wordt overal lastig gevallen in de auto, in het toilet en zo. Als ze iets praten het op je antwoordapparaat. Oké, nou, je wordt bedankt. Een dagje ouder, hè? Ja, hoe oud ben je? 80 ben ik nu. Dus het wordt steeds moeilijker, hoor. Ook nu met 30 mee, hè? Die vragen stellen en willen ze dat je alles nog onthoudt. Dat is ook voor mij 50 jaar geleden. Maar ben je blij met de rol die je gehad hebt? Ja, ik ben er trots op zelfs. Hè. En eigenlijk ben ik ook een klein beetje dankbaar dat deze rol nu erkend wordt met een postzegel. Ik heb er nooit gedacht, hè, van Stanley Brown met een postzegel van het eiland. Ik bedoel, dat is toch wel een hele hoge eer dat je dus met je gezin... Na het lintje, koninklijke lintje, is dat natuurlijk wel een... Nee, heb ik geweigerd altijd. Ja? Ja. Ze hebben het vaak, niet vaak, maar er zijn organisaties geweest... je moet toestemming geven, hè. Ik zeg, nou, want ik ben voor aansluiting bij Nederland, maar bij de Nederlandse... Republiek. Republiek, ja. Ik geloof helemaal niet in dat erfelijk... Ja. En het is ook in Nederland ook wel uitgehold. Hè? Het is eigenlijk een constitutionele monarchie. No? Ja, lintjesknippers. Ja. Maar ze hebben toch wel meer invloed dat je vaak realiseert. Hè? Doordat ze de wetgeving kunnen beïnvloeden door hun vetorecht wat ze in Nederland hebben. BNTX deed dat. Juist. Willem weet ik niet. Maar, nee. Nog niet. Hij is ook... Ja, er is een evolutie. No? Hij erkent zelf zijn plaats. Maar beter is, via Juliana dachten nog dat ze... Juliana had het ook heel sterk. Uitverkoren. Ja, en ze is juist door God. Ja. En in hun gedrag zag je dat ook. Hè. En je kreeg dus wederzijds gedrag. Hè. De bevolking ging ook voor hun buigen en al die dingen. Ja. Ik weet dat ik de eerste keer dat ik hier bij de bisschop kwam, want in de kerk heb je die hiërarchie ook, dan stopt hij zo zijn hand in je smoel en moet je de kus geven. En ik bleef hem zo aankijken. Ik dacht, wat wil die man van me, weet je? Ik wist het niet dat het hoorde. Hij zei, nou, als je niet wil, hoeft het ook niet, hoor. Ik dacht, oh, nee, ik wil niet, maar ik weet niet wat ik niet wil. En na de rand hoor je, Bonotosunji, dat zegt die hulp. Die zegt, ja, die bisschop zijn ring moeten kussen, wist je dat niet? Als die bisschop even, weet je, naar de telefoon gaat. Ik zeg, nee, ik wist het niet en als ik het wist, zou ik het toch niet doen. Klaar, afgelopen.